Berlijn staat deze weken in het teken van de IFA Elektronica Beurs. Die beurs is nu nog niet open, maar wij waren alvast te gast bij Samsung in dit hotel om te kijken naar de Gear S3 smartwatch. Er zijn twee modellen van de Gear S3, de Classic en de Frontier, waarbij de laatste een wat sportievere uitstraling zou moeten hebben. Allebei zijn ze een stukje groter dan de Gear S2 en ze zijn wat verfijnder afgewerkt. Het scherm van de Gear S3 is maar 0,1 inch groter dan die van de Gear S2, maar toch voelt hij een stuk groter en zwaarder aan. De resolutie is hetzelfde gebleven, maar nog steeds goed scherp, want je kunt de pixels niet tellen. En daarnaast is er nog steeds een always-on functie, maar deze keer is dat niet met 8 kleuren, maar met het volledige kleurenspectrum van 16 miljoen kleuren. We zijn alleen wel benieuwd wat dat met de accuduur doet. Die accuduur is volgens Samsung van 2 tot 3 naar 3 tot 4 dagen gegaan, door de upgrade van de batterij van 250 naar 380 mAh. En ook de processor is erop vooruit gegaan. De Gear S3 heeft een Exynos 7270 SoC, en die zou kleiner en efficiënter moeten zijn. Verder heeft hij 768 MB werkgeheugen en 4 GB opslag. Samsung heeft ook gewerkt aan de software van de Gear S3. Zo kun je nu Spotify standalone draaien en kun je Ubers bestellen. Daarnaast is er een extra energiebesparende modus geïntroduceerd, waarbij je als je accuduur onder de 5% komt, alsnog 12 uur zou moeten kunnen doen met het horloge, maar dan wel alleen de tijd kan zien. Ten opzichte van de Gear S2 is de Gear S3 vooral een stukje groter, heeft hij wat extra features en hopelijk een nog wat langere accuduur. Ook is hij wat fijner afgewerkt. Maar onze eerste indruk is dat er niet hele wereldschokkende verbeteringen zijn. En we zien de Gear S3 dan ook wat meer als een Gear S2 die wat groter en luxer is.